Bij het Sportpaleis in Alkmaar werden vandaag door honderden schoolkinderen heel wat ippons, wasaaris en juko's gescoord. Ze kregen dan ook les van niemand minder dan wereldkampioen Ruben Haukes. De Schagenaar is oprichter van schooljudo. In Alkmaar wordt dit al voor de 10e keer georganiseerd. Nou, het is zeker een hoogtepunt. We zijn al heel lang bezig om eigenlijk alle kinderen van Nederland een periode van hun leven de waarde van het judo mee te geven. Het is prachtig dat we zo lang bezig zijn. In Alkmaar al 10 jaar, daar zijn we heel trots op. En met de mogelijkheid natuurlijk om steeds groter te worden en meer kinderen de waarde van het judo mee te geven. Want hoewel het er soms hard aan toe lijkt te gaan, is judo vooral een sport waarbij respect voorop staat. En dat hebben deze jonge judoka's wel begrepen. Ik vind het leuk om een vechtsport te doen, maar zonder iemand pijn te doen. En dat vind ik nou leuk aan judo. Geen mensen pijn doen, maar jezelf wel kunnen verdedigen. Om het 10-jarig bestaan van schooljudo in Alkmaar te vieren, deed Freek Vonk een dierenquiz. Freek heeft vroeger zelf gejudood en de sport heeft ook overeenkomsten met het dierenrijk. Nou ja, hangt er vanaf hoe je het bekijkt, hè. In het dierenrijk wordt ook volop wat afgeworsteld en afgevochten tussen dieren onderling. Dus er zijn zeker overeenkomsten. Zeker wel een link tussen, ja. Je judo-carrière ga je niet meer oppakken, denk ik, of wel? Ik denk dat dat iets te laat is inderdaad voor mij, ja. Had ik eerder moeten bedenken. Het was gewoon echt heel cool, want ik heb nog nooit hem gezien in het echt en nou gewoon echt. Dat is wel een topdag, hè, of niet? Ja, ik vond het wel een topdag. Gewoon 2 interviews, eentje van de radio en eentje hier op de televisie. Nou, dat is echt een topdag.